Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We hebben een ijzig koude nacht achter de rug met temperaturen lokaal van zelfs min 8 graden. Op de satellietfoto zijn geen wolken te zien en die zijn er namelijk niet, want het is een stralend zonnige dag die we voorgeschoteld krijgen. Vanochtend gaat de temperatuur langzaam oplopen en deze waarde die verwacht ik eigenlijk pas rond een uur of 11. Uiteindelijk komen we dan iets boven het vriespunt uit. In het oosten tussen de 1 en de 3 graden. In het westen misschien lokaal 4 graden. En dat alles dus bij volop zonneschijn. Vanavond ook heldere omstandigheden. Gaat de temperatuur weer snel dalen. Om 7 uur ligt de temperatuur alweer iets onder het vriespunt. Aan het einde van de avond is het alweer min 4, 5 graden. Morgen in de nacht neemt in het noorden de bewolking toe. En morgen overdag breiden die wolken zich verder over het land uit. Zuiden houdt nog wel lang zonneschijn daar de laagste temperaturen in het noorden stijgt het kwik naar 7 of 8 graden. Donderdag is de koude lucht helemaal weg, temperaturen smiddags rond 8 9 graden. Wolkenvelden hebben de overhand. Lokaal kan wat regen vallen. Geldt ook voor de vrijdag. En vanaf zaterdag keert de zon weer vaker terug en worden de nachten opnieuw kouder. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl